weet niet, eng. Doodeng. Daar lopen gewoon 4 jagers lopen daar in dat veld. Met echt jachtgeweren, honden erbij. Veel plezier, wijfie. Kijk, dit is Eva. Die is hard aan het werk. Doei! Kom in de vlog. Ja, kom in de vlog. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Hallo. Het is weer weekend en we gaan er weer op uit. Maar voordat we naar de camperplaats gaan, zijn we toch weer terechtgekomen bij Seminautic. Ja, mijn matras was niet echt lekker. En een enorme goede service. We zijn goed geholpen en we krijgen een nieuw matras die wat harder is. En daarna gaan we door naar camping. In de verte in Lottum. In Lottum, in de verte. Camperplaats is dat, geen camping, hè? Nee, camperplaats, ja. Dus ja. Daar gaan we naartoe en dan hopen we op mooi weer. Gaan we lekker wandelen, niet fietsen. Fietsen hebben we thuis gelaten en dan zien we wel verder. Maar eerst nog even de nieuwe matrassen. Nou mensen, ik weet niet of het een beetje te zien is, maar het is een prachtige lucht. Dan ga je helaas net de verkeerde kant op. Maar het is echt schitterend. Kijk, zo kan je het een beetje zien en dan links achter ons, daar is het helemaal zo. Echt heel gaaf. Het is inmiddels wel laat geworden. Vanaf de matrassenzaak was het nog ruim een uur rijden. Nou ja, goed. We komen nog wel net in het licht aan. Ja. Nou, we gaan ineens een bordje naar rechts. Camperplaats in de verte. Het is nog net niet donker. 300 meter, dus het einde van deze weg. Zullen we er zijn? Het is 4:15. Vrijdagavond, 12 november. Check-in. Service naar links, check-in naar rechts. We gaan het even kijken, mensen. We gaan naar Lottum wandelen. En dan lopen we langs de Maas, Pontje, Arsen. Terug langs de Maas, Pontje, en weer terug. Heb je geld bij je? Los geld? Nee. Dus? Komt goed. Binnen. Zijn niet even geld gaan halen? Ik heb wel 10 euro bij me, komt goed. Let's go. Let's go. Ja, en hier sta je dus buiten de camping. Camper, ja. Camperplaats. Ja, ik zeg altijd camping, maar dat zit er al zo lang in. Dit is de ruimte achter de camperplaats. Vrij uitzicht over het veld. En zo loop je naar Lottum en naar de Maas. Nou, boomkwekerij. Valt een beetje nattigheid, maar mag geen naam hebben. Nou, we lopen Lottum uit. We zijn niet bij de kerk geweest, maar het is de Veerweg. En de Veerweg is inderdaad de weg naar de pont toe, naar het veer, die over de Maas heen gaat. Dus dat is allemaal wel hartstikke leuk. En wat is dit allemaal? Ja, volwaardig kasteel in miniformaat. Met dubbele grachten. Nou, ik zie geen kasteel. Nou, daar gaat ons pontje voor vanmiddag. We lopen nu de Maas die kant op, richting Asten. Arsen. En dan komen we straks weer terug. Kijk, en ook deze pont, maar ja, dat zijn alle pontjes op de Maas. Die worden eigenlijk geleid langs een ketting. Er staat zoveel stroming, dat eigenlijk het komt daar vandaan, de stroming. En, ja. Hij gaat over de kabel heen. Wordt hij gewoon eigenlijk tegengehouden dat hij niet verder verleidt.
En zo gaat hij naar de overkant. Is het leuk of is het leuk? Ja, en we willen met het voetpontje over, maar die is er niet. Dus dan ga ik even naar onze gids. Ja, ik ga even kijken. En dan gaan we naar plan. Nee, ik ga even kijken. Plan B. Voetveer Arsen, ook met strijden. Oktober dagelijks van november alleen tot en met het eerste weekend van november. Het is vandaag het derde weekend. Dus hij gaat helemaal niet. We gaan een stukje verder naar een autopont volgens mij, hè? Ja. En dat is Arsen Broek. Huizen. Broekhuizen. Ik heb net even gekeken, maar die vaart gewoon. Dus. Ja, dat is 2 kilometer lopen of zo. Dus kan er ook nog wel bij. Dus vamos. En daar is het pontje. Dus nog 10 minuutjes lopen. En dan zijn we bij het pontje aangekomen. En dan zijn we ook op de helft, denk ik. Nou, dan lopen we even naar Arsen. Dan gaan we of een broodje eten die we bij ons hebben, of we pakken een lunch. Wie weet. Lekker bakje soep. Maar het is hier weer leuk lopen. Zo, we pakken toch even de Hertog Jan brouwerij mee. Het ligt op 5 minuten van ons pad vandaan. Aan de overkant van de Maas. Eens even kijken of het open is en of wat te doen is. Ja, de Hertog Jan proeverij. We hebben net al koffie op, dus ik denk niet dat we wat gaan nemen. Nou, hier lopen we Arsen in. Daar zijn we al een keertje geweest. We hebben een overeerlijk ijsje gegeten. Maar goed, dat gaan we nu niet doen. We lopen er even doorheen en dan gaan we onze weg weer vervolgen. Mensen, wat is Nederland toch mooi. Ook in de herfst, in de winter, moet je er gewoon lekker op uitgaan. En genieten van alles wat Nederland te bieden heeft. Een zootje.
Ja, het is erg flubberig. Maakt niet uit. Maar waar zijn we nou begonnen op de kaart? Hier bij Lottem. Zo helemaal langs het water. En bij Arsen was het pontje dicht. Dus zijn we hier. Zo helemaal teruggelopen. Hier bierbrouwerij. Kun je een rondleiding maken bij Hertog Jan. En dan zo terug. En dan staan we weer bij het veer. En dan lopen we zo naar de camper. Ben je moe? Ik ben niet. Nee, maar. Ja. Jij? Ik ook niet. Het is heerlijk buiten. Het is echt heerlijk. Ja. Nou, op naar het pontje. Die zie je al aan de overkant. Hij vaart ook al, dus hij zal zo wel bij ons zijn. Nou, een van deze koeien wordt meegenomen voor de slacht. Ja, zo is het leven. Nou, die boer die moet die ene koek pakken daar, die daar loopt. Maar hij denkt, maar kijk het maar, we gaan lekker wegrennen. Kijk, want daar, helemaal in de verte, bij die boom, daar staat die boer. En wegrennen ze weer. Echt, ik denk dat ze wel 1,5 kilometer aan het rennen zijn, weg van die boer. Nou, daar staan ze voor ons hekkie. Ze kunnen nu geen kant meer op. Dus de boer moet ze weer opdrijven de andere kant op. Ik ga daar niet lopen. Nou. Kijk, ze hebben geen keus. Dan gaan ze weer de goede kant op. Weg in de auto. Ze zijn toch duidelijk niet mee eens. Goedemorgen mensen. We hebben heerlijk geslapen. Nou, wij staan daar. Dit is een camping of een camperplaats met 50 plekken, nogal liefst. En ik heb me ook laten vertellen dat met Oud en Nieuw dat alles al volgeboekt is. Het is eigenlijk een hondvriendelijke camperplaats. En met Oud en Nieuw, het vuurwerk voor veel hondjes is dat onprettig, dus hier kunnen ze in alle rust Oud en Nieuw doorbrengen. Nou, we lopen nog wel even over de camperplaats heen. En het ziet er allemaal erg leuk en gezellig uit. Nou, hier kom je eigenlijk vanaf de weg, kom hier op een onverharde weg, kom je de camperplaats op. Nou, moet je wel een beetje uitkijken, een paar gaten in de weg. Maar ja, Griekenland hebben wij gehad, dus dan went alles. En als je dan op de camperplaats komt, dan is dit de entree. Dit ziet er al erg uitnodigend uit. Waarbij je gelijk rechts een x-aantal plekken hebt. En wij staan een padje verder. En dan heb je nog een hele lus, die ik ook even laat zien. Nou, wat je verder ziet is de serviceplek. Heel groot. Ze hebben dat over de hele breedte gedaan. Daar hou ik al van. Dus het maakt niet uit of je links of rechts je uitlaat hebt van je vuilwater. Je kan het altijd netjes kwijt. Het loopt ook af. Nou, je kan hier water tappen. Eigen gardenen aansluiten. Hier prima in orde. Prullenbakjes. Nou, ik vind het allemaal top geregeld hier. Kijk wat. Het is wel koud. Ja, stuk kouder. Stuk hou. Nou, we gaan voor de verandering eens wat anders doen. Dat we anders doen. We gaan vandaag wandelen. Wandelen. We gaan wandelen. En waar gaan we naartoe? Weet ik niet meer. Nou, we gaan een blokje lopen van rond de 20 kilometer, hoor. Ja, dat zal wel iets minder zijn, hoop ik. Hopen iets te veel. Nou, maar goed, we zijn er vroeg bij, dus let's go! Net zo laat als gisteren. Horloges aan. En dan kan het beginnen.
fantastisch. Ja, leuk door het bos gelopen. Zodra je de camping afgaat, dus de weg terug en je steekt over, zit je gelijk in het bos. Dat is helemaal super. Ja, mooi natuurgebied. Mooi natuurgebied. Terug langs de Maas. Ja, en dat is ook altijd grappig om te zien. We hebben Sinterklaas natuurlijk nog gezien met de boot. Dus mensen, volgens mij kan je vanaf morgen je schoen zetten. Of is dat nog te vroeg? Nee, dat mag. Hij is in het land. Ja, dus, en lief zijn. En lief zijn, maar ja, dat zijn de meeste van jullie toch. Nou, wij gaan lekker aan de borrel en straks lekker Max kijken. Dus voor nu, toedeledokie. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Maandag, werkdag. We staan klaar om naar huis te gaan. Ja. Eerlijk, Twee uurtjes rijden. Twee uurtjes rijden, dan zijn we bij de stalling. Moeten we nog alles oversjouwen, dus met 2,5 uur zijn we lekker thuis. Ja. Dan ga ik gelijk naar boven toe en dan ga ik werken. Nou, we hebben een leuk weekend gehad hier. Kan niks anders zeggen. Goed weer gehad. Ja. We hebben eigenlijk bijna geen regen gehad. Dus, leuke camperplaats midden in het bos en langs de Maas. En leuke dorpjes. Vriendelijke eigenaren. Echt. Zeker. We komen hier zeker terug. Die maken het ook echt wel het verschil, vind ik altijd. Ja. Gezelligheid kent geen tijd. Nou, mensen, bedankt voor het kijken van deze vlog. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende vlog. Tot over 2 weken. Tot over 2 weken. Doei.